Beste voetballiefhebbers, welkom bij de wedstrijd. Ik ben even te Napel en word zoals altijd vergezeld door Jurie Mulder. Ja, en Jurie Mulder denkt dat hij een hele mooie wedstrijd te zien gaat krijgen vandaag. En dit is de formatie waarin Ajax van start gaat. Vandaag spelen ze 4-5-1. Dat is toch wel heel erg negatief. Ja, hij is heel defensief. Heeft het behoorlijk behouden. En is een conservatieve manier van denken over voetbal. Met deze formatie stapt... Wat een leuk balletje was dat. Hij kan u niet meer missen. De bal wordt voor het doel gebracht. Het gevaar wordt afgeslagen. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Zo, die laat er geen gras over groeien. Weg met die bal. Van der Beek. Die bal lijkt op maat. In de handen van de keeper. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Daley Blind. Van der Beek. Die bal is voor de tegenstander. Hakim Ziyech. Julian Draxler. Er liggen mogelijkheden hoor in de omschakeling. Met veel gevolg gegeven door Cavani. Neymar. Marquinhos. Dat is een prooi voor de keeper. Adic. Dolberg. Die wordt weggestuurd. Dusan Tadic. En die Donny van der Beek. Hij neemt hem. Daar is het eerste doelpunt van dit duel al. En dat is rap, Jurie. Lekker toch? We weten in ieder geval dat het geen 0-0 wordt. Pracht van een doelpunt. Hij timed ook perfect en knalt de bal uit de lucht de goal in. Wat een geweldige volley. Dat is eentje voor de hoogtepunt, hoor. De eerste goal wordt gescoord. Julian Draxler. Neymar. Prima schot. Zo zie je de ballen graag op je afkomen als keeper. Die tackle was zijn laatste redmiddel. Nicolas Taliafico. Tadic. Van der Beek. Ziyech. Nusayir Mazraoui. Rustige opbouw, ze zoeken een gat in de verdediging. Hakim Ziyech. Verratti. Julian Draxler. Ja, hij gaat richting doel van de tegenstander. Eens kijken wat hij nu gaat bedenken. Cavani. De tackle is goed, maar hij is de bal alweer kwijt. Die paas wordt onderschept. Mbappé. Dat paasje biedt mogelijkheden. De keep. Het schot. Hij mist. Jongen, die had er wat mij betreft wel ingemogen van die afstand. Ja, veel grotere kansen ga je vandaag niet krijgen, Evert. Dat had de gelijkmaker moeten zijn, vrij voor de keeper.
Dolberg. Hakim Ziyech. Die gaat binnen door. Ja, dit gaat goed. Gedurfd, maar daar moet je natuurlijk geluk bij hebben. Nee, Ajax zit er niet meer aan en mag ingooien. Van der Beek. Ziyech. Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. Neymar. Mbappé. Daar is de voorzet. Wat kan Cavani ermee? En die bal is opgeruimd. Julian Draxler. Draxler met een scherpe steekbal. Wat een goed balletje, zeg op Neymar. Cavani. Marquinhos. Nee, dat lijkt nergens op. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of het wat oplevert. Heel goed gezien hoor. Dusan Tadic. En nu voor die bal. Daar is het balbezit. En nu? Ze blijven in balbezit, dus de scheidsrechter grijpt niet in en geeft voordeel. Goed gezien? Absoluut, ik zie dat ook graag. En het is toch fijn dat dat bestaat, de voordeelregel. Een gevaarlijke bal komt hier een doelpoging aan. Hij probeert het met een geplaatst schot van afstand, maar het vizier staat duidelijk niet op scherp. Nee, hij raakt die bal helemaal verkeerd. Snel vergeten dit flutschot. Dat is een prooi voor de keeper. Over de zijlijn, inworp. Presnel Kimpembe. Julian Draxler. Verratti. Al kwijt aan de tegenstander. Een groot gat op de vleugel en dat biedt kansen voor Ajax. Julian Draxler. Verratti. Daar zit de tegenstander tussen. Komt dichter in de buurt van het doel. Van zo'n voorzet ligt geen keeper wakker. Er komen 2 minuten blessuretijd bij. Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Tadic. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. Dolberg. Bal op de paal en terug het veld in. Nou, nu heeft hij de kans. Ziyech. De scheidsrechter fluit voor de rust bij een stand van 1-0. Van hem hebben we genoeg goede acties gezien in de eerste helft, Jury. Ah, die speelt bijna altijd goed, hè. En kijk, hij scoort ook nog eens. Dus hij zal behoorlijk blij zijn. Ja, hopelijk kan hij nog een keer scoren om de voorsprong nog wat uit te bouwen.
De tweede helft begint met de aftrap door Paris Saint-Germain. Ja, je kunt het proberen. Deze had vast iets heel moois in gedachten, maar dit schot is echt iets om heel snel te vergeten, lijkt me. Ja, die bal die komt niet eens in de buurt van het doel. Met dit soort afzwaaiers maak je de tegenstander erg makkelijk. Die bal is voor de tegenstander. Neymar. De tegenstander kan de bal onderscheppen. Cavani heeft heel veel ruimte voor zich aan de zijkant. De bal wordt in het strafschopgebied gebracht. Ja, hij heeft de bal te pakken. Voorzet is onschadelijk gemaakt. David Neres. De Jong. Dolberg. Dat lijkt een prima steekpaas. David Neres. Daar is hij dan. Pas een paar minuten in het veld en dan scoor je. Ja, daar droom je als invaller van. Gauw wissel hoor van de trainer. Dit moet heerlijk zijn, Jury. Een kans die je eigenlijk niet kunt missen. Ja, zo'n kans voor open doel, heerlijk. Dan scoren een eitje. Neymar. Di Maria. Julian Draxler. Met de bal in de positie die gevaar kan opleveren. Zo, geen risico. Weg met die bal en ver ook. Di Maria. Die bal is scherp. Uithalen zou ik zeggen. David Neres. Prima verwerkt die bal, waardoor verder gevaar voorkomen wordt. Ajax scoort wel vaker uit een hoekschop. We gaan eens kijken. Een doeltrap. Nee, het wordt toch een corner. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Zo is dat even een belangrijke verdedigende ingreep. Ik telde hem al. Ja, als die bal niet werd geblokkeerd, was hij er zeker in gegaan. Ja, goeie.